Daily Minutes kerstvakantie specials. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Daily Minutes, 16 december 2022. Dit is het bulletin van vrijdag. Mocht je suggesties hebben voor de Daily Minutes voor een onderwerp, dan kun je dat gerust mailen aan het bekende, ja, het alombekende korte mailadres x@xdv.me. Suggesties zijn welkom, hoewel ik nog wel enige inspiratie heb. Geen gebrek daaraan, maar het is leuk om ook wat verzoekjes in te willigen wat dat betreft. Antennes, dat is een leuk onderwerp. Er valt heel veel over te vertellen. Antennes zijn leuk omdat qua zelfbouw je met betrekkelijk weinig kennis en vaardigheid opmerkelijke resultaten met antennes kunt behalen. Er zijn ook veel onzin antennes, daar kan ik ook nog wel wat over verhalen. Er zijn heel veel fabels over antennes die niet kloppen. En wat wel terecht is, is dat mensen vaak heel ruime marges nemen om binnen bepaalde regels te blijven. Omdat je het nou eenmaal niet kunt meten. Dat kan wel. De meeste amateurs hebben en de kennis en de meetapparatuur er niet voor om daar preciezer in te zijn. Dus dan is het goed om, waar het nodig is, de juiste isolatie, dat soort fratsen aan te brengen. En te zorgen dat je niet in de problemen komt. Maar met name op de korte golf is het echt heel makkelijk. Hang maar een stuk draad weg en als je een beetje redelijke aarde hebt en een antennetuner, nou, dan heb je voor Europa en de middellange afstand heb je gewoon een fantastische antenne. Waar je met relatief weinig vermogen mee uit de voeten kunt. Dus dat is het leuke aan antennes. En het leuke is, de zendhobby is een hobby van onderzoek. En sommige mensen denken van ja, dat kan ik toch niet, want dat is op een heel hoog niveau. Maar dat is niet zo. Je kunt zelf een hele hoop doen. En het is ook vooral het verrijken van je eigen kennis. En dat wil niet zeggen dat die kennis nou per se heel nieuw en baanbrekend moet zijn. Het is zo dat je zelf nieuwe kennis moet. Maar dat het de bedoeling is dat je zelf je eigen kennis verrijkt. En dat kun je met antennes heel uitgebreid doordat je door te experimenteren steeds op nieuwe dingen kunt komen. De eerste antennes die ik maakte waren voor 27 MHz. Simpele dingen als een dipole of een inverted V. En vervolgens toen ik op 2 meter kwam, toen bouwde ik als eerste een ground plane. En die hing ik op aan mijn gordijnrail. Nee, die werkte toch wel heel goed, want ik woonde heel hoog. Ja, dan is dat snel in orde. En de tweede antenne was ook aan de gordijnrail, een HB9 CV. Was niet draaibaar. Maar die werkte toch wel heel goed met een toltrimmer, zo'n bekende Philips toltrimmer. Dat zijn, die zien er ook uit als een tol, maar dat zijn afstemcondensatoren met een behoorlijk grote plaatafstand. Zodat je daar toch heel wat vermogen erin kunt laten gaan. Hè? Erg eenvoudig. De GP was van laststaven en een Amphenol chassisdeel. Messing laststaven, die zijn goed te solderen. Buiten moet je er een beetje mee oppassen, want de combinatie van messing met soldeertin is aanleiding tot metaalspanning en daarmee corrosie. Maar binnen speelt dat geen rol. En de HB9 CV die had ik van dik elektriciteitsdraad gemaakt, van 3,5 mm of zo, gewoon van koper. En dat waren twee U's die tegen elkaar aangesoldeerd waren, heel simpel. En ja, zo'n HB9 CV is al makkelijk te maken. Voor degene die hem niet kent, het is een twee-elements Yagi met een beetje merkwaardige voeding. Strikt genomen is het een gamma match, waarbij ook de reflector aangestraald wordt. Maar het is een heel effectieve antenne die enigszins scheel is. Hij straalt vanwege die gamma match een klein beetje asymmetrisch. Wat hem voor vossenjagen wel een beetje uitdagende antenne maakt. Maar hij is toch al veel gebruikt, met name voor vossenjachten ook. Hè? Ja, als je naar de theorie gaat, dan is eigenlijk een dipole eigenlijk wel altijd, daar zit je altijd goed mee, laat ik het zo zeggen. Maar de dipole die is ook de basis van eigenlijk de meeste antennetypen. Er zijn andere antennetypen. Lopende golfantennes die wijken er vanaf. Een andere antenne die niet echt op een dipole gebaseerd is, is de magnetische loop. De kleine loopantenne, dus een loopantenne die een formaat heeft van ongeveer een tiende van de golflengte in omtrek. En dat zijn antennes die anders werken dan een dipole. Maar eigenlijk in de basis zijn alle
antennes terug te voeren op een dipool. Je moet daar wel een beetje een visueel inzicht voor hebben. Ja, voordat ik verder ga op die dipool wil ik wel eigenlijk iets zeggen wat ook wel erg belangrijk is. Het is heel belangrijk om bij antennes nooit te spreken over nooit of over altijd. Het is niet zo dat een antennetuner nooit goed is, maar hij is ook niet altijd goed. Het is allemaal maatwerk. Een antennetuner is een heel handig hulpmiddel. Met name in de tijd van de transistor-eintrappen, van de halfgeleider-eintrappen, is het belangrijker dat die SWR heel goed is. Dat speelde bij buizen veel minder, omdat buizen veel minder kwetsbaar zijn. En die kun je rustig ook een redelijke misaanpassing geven. En dan werkt het toch nog steeds wel. Bovendien veel eindtrappen met buizen, die hebben al een soort van afstemmechanisme. Waarbij je toch bepaalde marges hebt waarbinnen het wel werkt in dat impedantiebereik. Je moet hem afstemmen en je stemt hem dus af op beste aanpassing. Daarmee zit je dus vanzelf al goed. Maar buizen zijn ook veel minder kwetsbaar. Dus als je een keer misaanpassing daar hebt en je krijgt de aanpassing niet goed. Ja, een buis die werkt al. En een antenne werkt ook wel voor zenden als het zo is. Maar transistor eindtrappen die gaan sneller kapot. En dus wat er gebeurt is dat er in transistor eindtrappen doorgaans een beveiliging zit. Waarbij als de SWR boven een toch wel redelijke beperkte waarde. Het moet al heel snel goed zijn. Anders dan gaat hij toch terugregelen. En sommige eindtrappen die schakelen zelfs af. Met name die voor heel hoog vermogen. Als de SWR te slecht wordt. Dus daar is dus om die reden de tune belangrijk, maar niet zozeer vanwege de goede werking, maar vooral omdat de eindtrap anders terugregelt. Dus ja, die tuner is niet altijd verkeerd. Het is wel belangrijk dat de plek van de tuner goed is. Je moet bij voorkeur geen coax achter de tuner zetten, omdat namelijk dan ga je die coax afstemmen. Dus dan wordt die coax niet meer goed afgestemd en dan krijg je mantelstromen en eigenlijk wordt de coaxkabel die achter de tuner zit dan ook onderdeel van het antennesysteem. Dus je gaat mee uitstralen en ook de storing binnen het huis die krijg je via die kabel binnen. En dat is niet wat je wilt. Je wilt dat die kabel goed aanpast en afschermt. Over de dipool. Nou, als je kijkt naar een verticale dipool. Dat zal iedereen kennen. De open dipool. Je hebt ook nog een gevouwen dipool. Maar we hebben het nu over de open dipool. Er is eigenlijk ook geen groot verschil tussen de gevouwen en de open dipool. Behalve dan dat de gevouwen een andere impedantie heeft. Maar goed, we kijken nu naar de open dipool. Ik heb de uitleg in de podcast wel eens vaker gedaan. Maar het is goed om daar nog een keer op terug te komen. Omdat het toch wel zo'n belangrijk principe is. Als je de onderkant van de antenne open maakt. Of openmaken, hoe zeg je dat? Als je dus de stralen aan de onderkant steeds dikker maakt, tot op een gegeven moment een soort van kegel ontstaat, of een soort van rokje, zeg maar, dan ga je naar een groundplane antenne. Toen zei je dat die dan met een kegel nog werkt en niet met losse radialen. Maar je kunt die kegel ook vervangen door losse radialen en dan heb je een groundplane antenne. Het enige verschil in werking, hij straalt wel anders, maar hij heeft een andere impedantie. Dat is eigenlijk wel heel belangrijk iets. De groundplane heeft als groot voordeel dat hij een veel betere impedantie heeft. En het is ook wat handiger met die kabel naar beneden, waardoor je toch wat minder stroom op de kabel induceert. Want als de kabel bij een verticale dipool een stuk langs de stralen loopt, ja, dan pikt hij toch wat van de straling van die kabel op, onwillekeurig, hoe dan ook. En dus... Wat dat betreft is een GP wel een handige antenne. Zij het dat hij weer wat meer naar boven straalt. Maar goed, dat is een nadeel waar ik nu even niet over wil hebben. Maar qua werking is het eigenlijk gewoon een open dipool. Nou is de grap dat als je een inverted V hebt. Dat is zo'n dipool die gevouwen is enigszins. Dan is de hoek waarmee je die inverted V vouwt voor 50 ohm hetzelfde als de hoek die de radiaal van een GP moet maken met de straler. Voor diezelfde impedantie. Dus ook weer voor 50 ohm. Dus ja, een inverted V is eigenlijk een groundplane met maar één radiaal. En veel mensen die op 27MC gezeten hebben vroeger, die kennen dat nog van de boomerang antenne. Dat was zo'n antenne met twee mobielsprietjes die je op de rand van je balkon kon monteren. Dat is ook een inverted V. En eigenlijk is ook dat een groundplane met maar één van de radialen nog intact. En dat heeft wel nadeel dat die, als hij op die manier opgesteld wordt, maar één kant uitstraalt. Maar ja, op een balkon is dat toch niet ideaal. Dus de impedantie van het ding is erg goed. Het zegt ook niet alles. Dat de impedantie goed is. De impedantie van een dummy load is helemaal perfect. Maar het is toch een hele slechte antenne. Verder over die dipool. Een beetje een merkwaardige is de disco-antenne. Als je nou als je de straler van een GP, als je die steeds dikker maakt, dan moet die steeds korter worden om nog te resoneren. Maar een dikkere straler is veel breedbandiger.
En zo'n disco-antenne is eigenlijk een overdrijving van het steeds dikker maken van die straler. En uiteindelijk hou je dan gewoon een horizontale schijf over, die maar een paar millimeter dik is. En vervolgens kun je die dan ook weer vervangen door een drie of vier of vijftal kleine straletjes. Die straletjes, die splitjes, die zijn horizontaal en toch straalt die verticaal. Dat is omdat het een hele dikke verticale straler is die vanwege die dikte heel kort is geworden. Maar het is wel een groundplane nog steeds, alleen een heel breedbandige. Ja, ook die hele lange stralers die we tegenwoordig vaak zien met of zonder radialen, ze zijn er in twee varianten voor VHF en UHF, zijn eigenlijk allemaal varianten van een half golf dipool. Maar een verticale straler die niet in het midden gevoed wordt, is toch nog steeds een halve golf straler, zoals een dipool is. Dus het maakt ook niet uit of de coax nou in het midden zit of onderaan. Wat wel een beetje merkwaardig is, dat is dat de fabrikanten heel erg hameren op 5/8 stralers. Ja, 5/8 straler heeft alleen nut als er een heel goed radiale netwerk onder zit. Dus als je meerdere 5/8 stralers stekken, als ze dat echt zouden doen, dan zou die vooral naar boven stralen ook nog. Maar dat is in ieder geval geen optimale oplossing. Wat je dus moet hebben, dat is dat je halve golven op elkaar stapelt om extra versterking te hebben. En dat zijn dan weer halve golven stralers, zoals eigenlijk ook een dipool een halve golfstraler is. Dus ook daar is het die dipool. Nou, eigenlijk al die antennes, een langdraad antenne van een halve golf, is ook een vorm van die dipool, zij heet dat die op een andere plek gevoerd wordt. Een endfet, nou ja, noem maar op. Dus je komt eigenlijk heel vaak op die ene straler terug. En dat is ook bijvoorbeeld bij een Yagi is dat zo. Als we gaan naar een grote loop. Je hebt twee soorten loopantennes. Hè. Je hebt de magnetische loop die heel klein is. En dan heb je de grote loop die de omtrek heeft van ongeveer een golflengte. Als je een grote loop hebt. Eigenlijk is een quad element ook een grote loop. Zij het dat die vierkant is. Maar het is gewoon een grote loopantenne. Het is exact dezelfde antenne. Maak je er dan een loop van en vouw je die plat, dan krijg je een gevouwen dipool. En dat is ook weer dezelfde antenne. Dus een quad, wel met andere eigenschappen. Door die vorm verandert die wel wat van eigenschappen. Maar in wezen is het gewoon een dipool. Dus dat is wel grappig. Ja, ik heb zelf een hekel aan. En dat is waarschijnlijk is dat een eigen fetish. Het is niet een wet die je moet naleven. Maar ik heb zelf een grote hekel aan alles wat aanpassing is. Ik heb daar heel veel ellende van gezien. Mensen die. Kijk, we hebben lang niet allemaal de vaardigheid en de meetapparatuur. Tegenwoordig is de apparatuur wel heel stuk goedkoper. Maar zeker de vaardigheid ook niet om dat soort dingen te meten op een goede manier. En ik heb al mensen gezien die vier grote Yagi's stekten. En maakten ze dus een meetfout. En dan was eigenlijk één Yagi beter dan die vier gestekte Yagi's. Nu zit ik met een hoestbui er even tussen, maar die heb ik eruit geknipt. Als je daar dus ook maar een klein beetje een denkfout maakt, dat hoeft niet eens zoveel te zijn, dan mis je meer de beest dan dat je voor heel veel geld erbij krijgt. Dus je moet altijd dat soort dingen, als je dat wil doen, moet je dat kunnen meten. Kun je dat niet, dan kun je beter geen ingewikkelde toestanden aanhalen. En dan bedoel ik ringkernen, gamma matches, noem maar op. Ik heb een grote voorliefde voor mantelstroomfilters, omdat het effect eigenlijk hetzelfde is als van een balloon. Maar er kan zo verschrikkelijk veel minder fout gaan. Dus ik heb, als ik een inverted V maak of een dipool, dan doe ik een paar slagen van de coaxkabel die er toch al aan vast zit, die doe ik dicht bij elkaar. En ik weet inmiddels voor welke frequentie je dat een beetje optimaal moet maken. Daardoor introduceer je dus een grote weerstand voor hoogfrequent op de buitenmantel van de coax. En daarmee voorkom je dus dat de straling die anders vanwege de onbalans en misschien de uitstraling van de antenne op de buitenmantel zou komen. Daarmee voorkom je dat die stroom daar kan lopen. Soms moet je op meerdere plaatsen zo'n filter aanbrengen. In ieder geval, dat is handig. Ik moet wel zeggen, ik ben enigszins getraumatiseerd door dat soort dingen. Dat is sterk uitgedrukt, maar ik heb bijvoorbeeld wel eens kernmateriaal van een andere fabrikant gekregen dan wat ik dacht. En die andere fabrikant die had een andere kleurcode. En dus had ik de verkeerde ringkern gekregen. En die werkte dus niet. En ik maar aan de gang met dat ding. En ik kon dat maar niet aan de praat krijgen dat dat een goede balloon werd. En ik heb daar toen zo'n ellende van gehad dat ik daardoor
ook wel daardoor ja, toch wel de neiging heb om ringkernen en materiaal en dat soort dingen uit schakelingen te halen. Er zijn inderdaad nadelen als je een ringkern gebruikt die niet groot genoeg is. Dan kan die in de verzadiging komen. En de specificaties van die ringkernen die zijn altijd voor de perfecte aanpassing. En dus komt hij bij een perfecte aanpassing niet in de verzadiging. Maar als je de antenne tuned, bijvoorbeeld voor een andere band. Ik heb lange tijd draadantennes gehad die voor twee banden resonerend waren, voor de andere niet. Dus dan moest ik een antenne tuner gebruiken. Ja, dan kun je dus hebben dat op het punt waar die ringkern zit, dat daar heel veel stroom loopt in je antennesysteem. Dan komt die ringkern in de verzadiging. En dat kan betekenen dat je modulatie vervormt. Het kan betekenen dat je stoorproducten uitstraalt met je zender. En het kan in een extreem geval ook zo zijn dat het in verzadiging komen van die kern zoveel warmte genereert dat die kern gewoon in stukken spat. Dat is allemaal mogelijk. Dus je moet dat soort kernen op zijn minst altijd overdimensioneren. Die antenne waar ik die tuner op gebruikte, daar had ik een vooruitziende blik. Ik had de 2 kilowatt versie gekocht. En die kon dat wel hebben als ik met 100 watt de tuner erop zette. Dat is nooit misgegaan. Maar dat zijn wel dingen waar je aan moet denken. Dat een ringkern voor een bepaalde band wel goed is, namelijk de band waarvoor die antenne gemaakt is. Maar als je met antenne tuner in de weer gaat, dan verandert dat. En dan kan die kern op een stroombuik komen te zitten, zoals dat heet. En dan vervolgens allerlei problemen veroorzaken. Maar nogmaals, het is heel makkelijk om een goede draadantenne te maken. Met name iets als een sloper of wat ook. Kijk, als je echt de X wil werken, dan moet je dat serieus aanpakken. Dan moet je het antennesysteem desnoods in SNEC simuleren. Dat is tegenwoordig gratis en erg goed simulatieprogramma voor antennes. Maar dat vergt de nodige kennis. Dus je moet ofwel zelf die kennis hebben, of je moet iemand in je omgeving hebben die je kan ronselen om gratis dat soort goede adviezen te geven. Een koopantenne is ook niet altijd optimaal. Iedereen denkt van nou, ik koop een koopantenne en die zet ik neer en dan is de impedantie zo en zo. Ja, dat is natuurlijk niet zo, want dat verschilt niet van een zelfbouwantenne als je dat ding onder andere omstandigheden neerzet of voor een enigszins andere frequentie of voor een heel andere band gebruikt. Ja, dan klopt dat allemaal niet meer. Dus dat geldt evenzeer voor koopantennes als voor zelfbouwantennes. Alleen bij zelfbouwantennes moet je soms wel heel nauwkeurig werken om precies te weten wat de juiste impedantie is. Maar het hoeft ook weer niet zo precies. Want als het niet klopt, dan kun je ook allemaal weer aanpassen en dat soort dingen. Altijd wel kijken waar de oorzaak zit. Hè. Is het een impedantieprobleem? Is het een frequentieprobleem? Ik kan wel op de verkeerde frequentie resoneren. En het is niet zo erg als hij op de goede frequentie resoneert en een iets wat verkeerde impedantie heeft. Dat werkt allemaal wel. Maar het is wel goed om het allemaal optimaal te houden. Het is niet zo belangrijk als op de gebranditoren, want daar moet de aanpassing echt exact goed zijn. De reden is heel simpel. Als je een 100 kilowatt zender hebt en je hebt een beetje misaanpassing, ja, dan komt is het terugkerende vermogen wat terugkomt. Dat kan wel 10 kilowatt zijn. Dan moet je dan toch ergens in warmte kwijt zien te raken. En dat is toch wel heel veel warmte om ergens op te stoken. Dus als het op een verkeerd punt warmte veroorzaakt, ja, dan kan je heel snel in de problemen komen met zo'n zender. Dus bij dat soort zenders is die aanpassing heel erg belangrijk, omdat het om heel grote zendvermogens gaat. Kijk, als je met 100 watt zendt en er komt 10% terug, dan moet er ergens 10 watt gedissipeerd worden. Nou, als dat in je coaxkabel is, dan raak je dat makkelijk kwijt als het over de hele kabel verspreid is. Maar als dat op een bepaald punt zit of in een baloen of zo, ja, dan is 10 watt toch wel weer heel veel, hè? Dat kan dan toch wel voor problemen zorgen. En zeker als je met een kilowatt zendt, kan het toch al wel snel uit de hand lopen. Dus je moet altijd wel bij nadenken wat je doet. Maar toch, de leuke, succesvolle antennes, dat zijn bijvoorbeeld een groundplane is heel makkelijk te maken. Het is als je met van die vrijdragende stralers werkt, misschien constructief weer wat lastiger. Op 2 meter niet, maar op lagere banden wel. Ja, een dipol is heel handig te maken. Een inverter 4 is eigenlijk wel een beetje mijn favoriet, omdat het toch wel altijd heel, heel goed werkt. Maar een endfet is ook een prachtig ding om te maken. En ja, werkt eigenlijk altijd, dus top simpel. Zorg dat je goede aarde hebt in al die gevallen. Dus bij een verticale straler zonder tegencapaciteit is dat aardnet heel belangrijk. Bij een halve golfstraler zoals een high-end vet is niet zo super belangrijk. Je moet wel goed mantelstroomfilter of iets soortgelijke maatregelen hebben. Maar op zich is dat allemaal wel vrij makkelijk. Maar dat zijn de succesvolle antennetypen.
Het is ook leuk om portofoonantennes te maken. Je moet wel het ding stevig in de connector weten vast te zetten. Maar op zich is dat ook heel dankbaar. En een kwartgolf stralen voor 2 meter met een telescoopantenne, die heb ik al eens gemaakt in een BNC-connector. Ja, dat is fantastisch. Dat werkt gewoon hartstikke goed. Werkt beter dan zo'n rubber duck, hè? Echt een stuk beter. Dus dat zijn dankbare projecten. Als je ziet dat je heel simpel iets maakt en het werkt ook nog, hè? En dat is met elektronische schakeling is het een stuk lastiger om zo snel succes te hebben. Dus wat dat betreft is antennes een heel dankbaar zelfbouwproject. Ik zei het ook al aan het begin, maar als je suggesties hebt voor een onderwerp, mail dan gerust naar x@xdv.me. x@xdv.me, het bekende korte mailadres. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. For social media, I'm on Mastodon. Just search @PA0ETE. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek. Voor altijd de Joker van België.